Sinterklaas kapoentje. De officiële sperperiode is voorbij. Overal in Vlaanderen wachten snel kloppende kinderhartjes op de vroegtijdige komst van de goede man uit Spanje. Mama, wanneer komt Sinterklaas? Zullen we nog één liedje zingen? Ja. Ja? Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar, kinderen? Dag, Sinter... Meneer Verossen, doet u dit nu ook al? Als dat konijn van de giever afstapt Sinterklaas mag spelen, waarom zou ik dat dan niet mogen? Kijk eens wie dat er hier is. Dag Sinterklaas. Wat zijn met dat die verzangertjes van mijn kloot? Allee, schiet er maar al mee uit. Of steek je in mijn zak. Zijn dat niet dat al die stoute kinderen wonen? Nee! Ze zijn tegen mij, Jean-Pierre, Sinterklaas bestaat niet. Wel, ik kan een keer het tegendeel bewijzen. Als je 8 maanden in eenzame opsluiting zit in een bak, dan ga je om duur beginnen geloven in Sinterklaas. Het is daaruit dat ik mijn inspiratie heb gehaald voor deze performance. Allee, wat is het? Wil je mijn pieten zien? Ja! Wacht, zal ik een keer roepen. Mariska! Hey, Mariska, zie een keer een schoolietje voor Sinterklaas. Zeg eens, komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Allee, het is goed. Je mag vertrekken, maar je moet tegen 11:30 stampaal dansen in de Boccaccio. Vertrek maar. Oh ja, en vergeet je string niet aan te doen van deze keer. Sinterklaas, Cato heeft een brief geschreven. Heb je die al gekregen? Een brief? Oh, wacht een keer, ik heb hier een... Wacht, hier. Kom, deze zijn zeker. Hier, geachte heer, dit is de laatste aanmaning om over te gaan tot onmiddellijke betaling van uw achterstallige... Wat is dat voor een miserabele Sinterklaasbrief? Ja, maar dat is hier niet van Cato. Cato heeft gevraagd voor een spelletje Monopoly. Monopoly? En wat krijgt Sinterklaas daarvoor in de plaats? Hier, een wortel voor je paard. Een miserabele wortel. Hij heeft geen jerrycan benzine, want Sinterklaas heeft 200 paarden onder de motorkap van zijn Ferrari. Allee, ik zal even kijken wat ik kan doen. Een pak blauwe bilgo. Een fles whisky. De laatste nieuwe Playboy. En hier. Hier zo'n ding, een Furby. Zo'n spel dat kan praten. Dat is te God geklaagd. Ik vind het belangrijk dat je de kinderen een aantal waarden en normen meegeeft waar ze het ver mee kunnen schoppen in de maatschappij. Allee, en hier is nog wat verplichte lectuur. Karl Marx, Leven en Werk. Hier, dat is voor u. En hier de erwaardering van alle waarden van Friedrich Nietzsche. Voilà. Ah, daar is een Monopoly. Wat denk je, Sinterklaas? Heb je zin om een spelletje mee te spelen? Voor de kinderen doe ik alles. Zeker op de kans kreeg om een econometrisch model te demonstreren. Wat? Zou ik de bank zijn? Dan zal ik er een keer voor zorgen dat uw miserabele spaarcentjes in een handomdraai 10 keer zoveel waard zijn. Voilà. 6. Alle hotels zijn van mij. Kijk. Sinterklaas, waar is al het geld naartoe? Kleine, jij moet zwijgen. Sinterklaas gaat eerst nog een kanskaart pakken. Hier, ga terug naar de gevangenis. Weer al. Wat voor een klotenspel is met al die rast. Zo zit, dan ben ik ermee weg. Nou. Oh, nee. Hartelijk dank, meneer Van Rossum. Ja, het was heel speciaal. De kinderen zullen er nog lang over praten. Als wij ook nog eens iets voor u zouden kunnen doen? We moeten wel nog afrekenen. Oh, ik wist niet dat... Dat is 3000 frank. Ja, natuurlijk. Voor de verplaatsingsonkosten, 20.000 frank voor die zwarte miet, 40.000 frank cadeautjes en 60.000 frank voor mij. Dat is in totaal 123.000 frank. Zou je dat wel in zwart kunnen betalen, want anders heb ik binnen een paar maanden weer een fiscus aan mijn kloten.